Today we are visiting the one and only Jezen Eburak. He is known for his food and the famous guests that visit his restaurant and his cooking videos on Instagram. He has more than 26 million followers on Instagram. In this episode of Hood Food, we are going to investigate if it's an internet hype or real good food. We beginnen met de sarma. Even kijken of dat dit is wel iets wat ik heel lekker vind, maar ik ben benieuwd hoe hij het maakt. Dat is normaal. Het is niet iets wat ik super lekker vind, eerlijk gezegd. We gaan nu deze proberen. Oh, deze is lekker. Deze is echt lekker. Weet je wat met mij is? Ik haat om deze video's te maken, want ik hou er niet van om nieuwe dingen te proeven. Nu word ik geforceerd om dat te doen. Maar het is wel lekker. Nu over naar deze. Heerlijk. Echt goed. Nu die hummus of zo, ik weet niet. Dit vind ik sowieso nooit lekker. Oh, echt verschrikkelijk. Maar ik vind het zelf niet lekker. Ik vind het zelf niet lekker. Mijn vrouw zei net dat het lekker was. Maar nee man, ik zelf vind het niet lekker. Waarom moet ik dit proberen? Ik eet dit nooit. Oké. Okay. Nee. Nee man. Kijk. Deze en deze waren heel lekker. Het is niet dat het slecht is. Alleen ik vind het zelf niet lekker. Nice. Oh, chicken thing. Oké. Dankjewel. Gaan jullie de chicken te proberen? Wow, hij is kapot zacht. Hij is echt zacht. Nee man. Nee man. Mensen, kijk, jullie wilden eerlijk toch? De cameraman wordt boos op mij, maar dit is echt niet lekker. Ja, hij wordt boos. Kijk, weet je wat het is? Ik vind ook nooit thuis chicken te lekker, hè? Bij welke persoon dan ook, bij mijn tante, bij mijn jenge, bij mijn moeder. Ik heb het nooit lekker gevonden en hij is kapot. Adje, abo. Met iron. Ik hou van iron. Oké, okay. Dat is wel lekker. Oké, okay, mensen. We hebben net een bestelling gedaan. We hebben allemaal rare dingen besteld. Dat gaan we zo eten. Best wel uitgebreid. Dat wordt met een show gebracht. Ik vind dat een beetje onnodig, want ik kom voor het eten, niet voor de show. Maar goed, dat hoort erbij. Als dat komt, ga ik even een goede review geven hoe de vlees is. Want als ik altijd naar de video's van Jezen kijk, ziet het er altijd vet goed uit en zo. Dus ik ben echt benieuwd hoe het echt is. Dus we gaan het zien, man. Oh, ja. Wat is mijn naam? Waar ben je voor je nu? Ik ben het thuis. Hoe dan, man? After the starter, it was time for the main dish, which was served in a fun way. Some were empty and worthless, but good. People love it and it is part of it. I didn't really care. I was waiting for the well-known food of Mr. Burak. Wat nu voor ons is pilau, dus rijst. En daarnaast heb je maidenos, dat is peterselie. En dit is ribben. Het is heel zacht, het ziet er heel goed uit. Ik weet niet wat goed is, want ik heb nog nooit eerder gegeten. Dus. Malsvlees? Oh, is malsvlees. Zie je, daarom is het goed om altijd vrouwen in huis te hebben. Oké, okay, ik ga het nu proeven. Het is het moment van waarheid. Ik heb al die tijd via internet hebben gezien en nu gaan we dit echt proeven. Mag ik wat vragen? Hij is heel zacht en je bijt er heel lekker op. Maar hij heeft geen smaak. Ik zweer, hij heeft geen smaak. Gewoon, het is heel zadig, gewoon heel. Het is heel subtiel of zo. En nu de rijst. Het zijn Turkse rijst. Hij is heel lekker. Het is gewoon Arabische kruiden. Dat merk je gelijk. Heel lekker. Ik ben heel excited about this one. Dit is mixed grill. Ik heb het altijd op internet gezien. En nu staat het gewoon voor me. Place. Ik moet afvallen, maar ik eet hier. Hahaha.
Ik huilen. Erg lekker. Zonder het overdrijven. De beste vlees die ik ooit in mijn leven heb gegeten. No lies. Wow, gewoon. Oh, wow. Ja, man. Wauw. En nu heb je de kip. Oh. En hetzelfde met vlees. Kijk. Kijk hoe zacht die is. Laat maar. De kip is echt heel lekker. En heel zacht. Rijk vol in smaak. En die vlees ook. Oh, ik kan niet wachten om deze video gewoon af te sluiten en te eten. Laatste ding wat ik voor jullie ga proeven is een hapje van dit. Subhanallah. Subhanallah. Wallah billah. Klaar. Ik ga niet meer afvallen. Ik ga alles eten. Vanaf nu, jij vrouw, jij moet niks meer tegen mij zeggen, vriend. Is dat veel? Dus als je dit gaat eten, doe dat met veel personen. Ik raad de vlees aan om te eten. De kip ook. De rijst moet je echt lekker vinden. Ik ben zelf niet echt super fan ervan, maar het is wel goed. En dit vond ik wel wat minder, moet ik gewoon eerlijk zeggen. Ik vond het geen smaak hebben. Het was gewoon heel droog of zo. In de zin van droog in smaak. Maar het is wel heel zacht en je kan er lekker op bijten. Dus dit is Hood Food aflevering 2. Ik hoop dat jullie van hebben genoten. Iets anders dan Nederland. Vergeet geen like achter te laten. Een comment achter te laten waar ik de volgende keer naartoe moet. En dan gaan we gewoon daar naartoe. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie en tot de volgende keer.